Zeg eens ah, ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens ah, ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schilden van de kleren, dokter kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens ah, heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens ah, zeg eens ah. Patlijan? Wat neem ik? Nou zeg, ik gebruik het altijd. Hoe heet het nou ook alweer? Courgette? Ja, nee. Ietsiepitsie ronder, ietsiepitsie dikker en paars. Een aubergine? Natuurlijk, aubergine. Ja. Vullen met gehakt, een uitje, een paprika, een beetje peper en zout. Gehakt, uitje, paprika, peper, ja. Ja. En een grote teen knoflook. Een ietsje pietsie knoflook. 20 minuten in de oven en klaar is Kees. Oh. Oh, wat een verrassing voor Koos. Wat zal hij dat heerlijk vinden. Het doet een beetje aan Griekenland denken. Oh, daar had je ook van die hapjes met aubergine. Moussaka heette dat. Imam bayelde. Niks moussaka. Het is Grieks. Het Turks heette. Of je hebt die lekkere vies, die brood, die fruit. Turkije is het mooiste land. Turkije is gasvrij, hè? Ja, pa. Turken zijn gasvrije mensen. Altijd huisvol met gasten. Ja, breek me de bek niet open. Papa is soms een beetje te gasvrij. Vooral in de vakantie. Ja. Waarom komen Kos en jij niet bij ons in de vakantie? Deze zomer? Bij ons hebben we een prachtig huis aan de zee. Sahil. Strand. Mooi. We zullen jullie verwennen op een Turkse manier. Lekker eten, drinken en dansen. Ja, Min, leuk. Kom langs. Gaan we lekker samen koken. Soms is er markt met verse vis en allerlei groentetjes. En s'avonds op een terrasje bij de haven. Oh, meid, ik zie wel zitten met zalen. Ja, komen jullie zolang jullie willen. 1 week, 2 weken, 3 weken, geen probleem hoor. Oh, wat een geweldig idee. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Niks zeggen, gewoon komen. Koos houdt toch zo van vissen? Ja. Nou, er is prachtig viswater, hè vader? Ja, je gooit de hengel uit en raak. Zulke vissen. Joekels. Koos kan zijn hart ophalen. Ophalen? De vissen hoeven er niet uit Turkije te gaan. Ik vind het hartstikke leuk om bij zijn bezoek te gaan, maar ik ga niet 2 of 3 weken tussen een Turkse familie zitten. Ik moet er niet aan denken. Al die ooms, tantes, neefjes, nichtjes, opa's, oma's. Ach, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ik wil gewoon naar de Vinkeveense plassen. Meer vreugd hoef ik niet. Vinkeveense plassen? Willen ze het anders? Het heeft toch prima naar onze zin? Lekker stekkie. Stukje ossenhaas en lantaarn, gezellige mensen. Weet je tenminste wat je hebt? Ach, zo'n kans krijgen we nooit meer. Je moet niet zo dik schillen, want anders gaan de vitamine eruit. Vinkeveense plassen, jezus, we gaan altijd naar de Vinkeveense plassen. En in de lantaarn, die biefstuk, die was niet tevreden de laatste keer. De bediening is ook pit. Maar zo'n stekkie vind je nergens, op de hele wereld niet. Word je een keer uitgenodigd? Ken je een keer naar Turkije? Heb meneer geen zin? Nee, dat moet je vooral niet doen hoor, het kan wel eens leuk worden. En wat moeten we wel betalen, om het daar maar eens over te hebben? We hebben kost een inwoning bij EFSA, de familie, dus. Dus? En de reis daarheen dan? He, weet je wat dat kost? Nee, mietje. Geen sprake van. En nog wat, ik ga niet 2 weken op de zak van andere mensen teer, hoor. Weet je wat het met jou is? Je bent bang voor het avontuur. Tja. Ja, je zit het liefst de hele dag naar je dobbertje te staren. Je moet niet zo dik schillen, heb ik gezegd. Het leven heeft nog wel wat anders te bieden dan alleen maar vissen, hoor. Koos Dobbersteen. Ja, we hebben niet heerlijk gehad in Frankrijk en toen in Griekenland. Ja, toch? Je zit vastgeroest aan het rottige vissersbootje van je. Ja, je bent bang voor het avontuur, dat is het hem. Dat is het hem helemaal niet. Maar voor een avontuurtje
hoef ik niet naar Turkije. Goedemorgen. Hallo John. Ah, ik ben gebroken. Geen oog dicht gedaan. Wiep heeft de hele nacht lopen spoken. In bed, uit bed. Gek werd ik ervan. Wat is er dan met haar? Nou, ze heeft last van een ontstoken wortel. Nou, hij heeft er niks gegeven. Nou, we hebben alles geprobeerd hoor. Kruidnageltjes, borreltje, koude melk, warme melk, karnemelk, geen melk, mij, niets hielp. Nou, had er een pijnstiller gegeven? Nou, dat wou ze niet. Nou, dan direct naar de tandarts. Hoor hem, help. Als er eentje bang is voor de tandarts, dan is hij het wel. Ik ga er niet heen. Nee, het is alweer over. Ach, je hebt de hele nacht liggen woelen en dan zou het nu plotseling over zijn. Ja, gek hè? Ach nee, lieverd, echt, dat is niet verstandig hoor. Met zoiets, dan moet je echt gewoon op tijd naar laten kijken. Want anders... voilà, wat heb ik gezegd. Nou, ik maak nu een afspraak van je met de tandarts. Punt uit. John, ik ga er niet heen. Punt uit. Nou, weet je wat? Ik breng je er nu meteen heen. Hugo heeft vast nog wel een gaatje voor je. Ik vrees dat Wiep zelf al een gaatje heeft. Nee, John, nee, ik ga er niet heen. Kom mee, nee. Kom mee. Nou, even op de tanden bijten, Wiep. Kom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben ik afruimen? Ja, ga. Ik eet nog even een beschuitje als u het niet erg vindt. Nee hoor, neem het er maar van. Geniet van het leven zoveel als je kan, zeg ik altijd maar. Maar ja, daar is niet iedereen het mee eens. Helaas. Ik wel hoor, mevrouw Dobbelsteen. Ja, maar met u ben ik niet getrouwd, helaas. Ach, mevrouw Dobbelsteen, met mannen blijft het altijd behelpen. Moet jij niet eens naar je spreekuur? Jazeker, ja. En jij mag ook wel even opschieten, hè? Nou, doe moeder straks de groeten. Moeder? Ja, je gaat toch zo meteen met haar naar dat lunchconcert? Zeg, dat ben je toch niet vergeten, hè? Natuurlijk niet, maar dat is toch pas volgende week. Lieverd, nee, dat is vandaag. Nee, lieverd, je vergist je. Ach, schat, hang er toch op. Ik heb toch zeker zelf de kaartjes gekocht. Wacht even, hoor. Hey, waar heb ik die dingen nou over doen? Nee, laat mij maar eventjes. Ik heb ze op een veilige plaats gelegen. Zo, alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. De 13e. Verrek, je hebt gelijk. Hé, Hans, je weet hoe belangrijk die uitjes voor moeder zijn. Daar kijkt ze weken naar uit. Ja, ik heb me gewoon vergist. Kan iedereen overkomen, ik bedoel... Het is wel erg vervelend, hè? Ik bedoel, kan jij niet met haar gaan? Nee, schat, ik moet werken vandaag. Nou, dan ben ik er mooi klaar mee, want ik had moeten golven. Ik heb competitie vanmiddag. Nou, dat is dan ontzettend jammer voor je. Nou, dat kan je wel zeggen. Ik had me erg verheugd op die wedstrijd. Ik bedoel, weet je wat? Zal ik dan volgende week met haar gaan? Ik kijk even in de krant wat er dan is. Ga niet, lieverd. Het is een eenmalig concert. Rostropovich, je weet hoe dol ze daarop is. Ja, ze zit natuurlijk midden in de kamer. Nou, pontificaal met haar jas aan te wachten tot je komt. Maar het is ook mijn stomme schuld. Ik bel de jongens wel af. Oké. Dan maar Dobbelsteen, tot straks. Veel plezier, schat. Dag, dokter. Hans, wat een leuke verrassing. Ik had je helemaal niet verwacht. Wil je koffie? Moeder, je bent toch niet vergeten dat we naar vanmiddag naar dat concert zouden gaan? Ik bedoel, het begint over een half uurtje. Nee, jongen, dat is de volgende week. Dinsdag heb ik een afspraak bij de kapper en woensdag gaan we samen naar Rostropovich. Ja, koffie, ja of nee? Nee, moeder, nee. Rostropovich speelt vandaag. Kijkt u maar. Oh jee. Nou, kleed u even om, dan halen we het nog net. Nee, wacht eens even. Jij hebt zelf gezegd dat het de 20e was. Ja, dat weet ik heel zeker. Ik mag dan wel oud zijn, maar ik ben er nog niet helemaal... Moeder, ik heb me vergist. Nou, laten we het nou even snel opschieten. Nou ja, nee. Nee, ik doe nee. Ik heb wel een uur nodig om op te tutten. Onzin. Je ziet er geweldig uit. Je trekt een jurk aan en dan gaan we. Ja, Hans, ik moet mijn haar nog doen. Ik moet mijn nagels lakken. Ik moet mijn rimpels camoufleren. Ja, ik moet helemaal in de revisie. Voor ik klaar ben, heeft Rostropovich al 3 toegiften gegeven. Ja, het is jammer. Maar een vergissing is menselijk. Er zijn ergere dingen. Het is het mooiste weer van de wereld. Mm-hmm. Laten we toch een eindje de natuur ingaan. Oh, maar dan weet ik wat. Ik weet een prachtige plek, midden in de natuur. Je kan er heerlijk wandelen. Er is een restaurant bij met een heel groot terras. Oh, nou, ik ben zo terug. Laat me even planuren en afvlakken. Juist. Spanje? We zouden dan naar Vinkeveen? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. We gaan toch elk jaar naar Vinkeveen?
Juist, daarom wil Annie eens een keer wat anders dan Vinkenveen. Wat anders, wat anders? Waarom wil ineens iedereen toch wat anders? Ach, als Annie dat nou wil. We hebben schroevendraaier even, Koos. Ik wil zelf ook wel eens een keertje wat meer van de wereld zien. Gaan jullie toch gezellig met z'n tweetjes naar Vinkenveen? Of anders gaan we met ons mee, vind ik ook best. Spanje, wie zal dat betalen? Jij natuurlijk. Hè? Koos, zeurt toch niet zo. Die chartervluchten zijn helemaal niet zo duur. Daar kan je zelf niet voor gaan vliegen, hoor. Ja. Heb je wel eens uitgerekend wat 2 weken Vinkenveen kost? Als je er een bootje bij neemt. En de viswinkel, als je eens een keertje niks vangt. Nee, jongen, je zal zien dat het echt niet vanuit maakt. En daarbij, een mens moet zijn vrouw op tijd en tijd eens een keer verwinnen. Maar dat kan toch ook in Nederland? Koos, jongen, waar is nou je gevoel voor avontuur? Nee. Vreemde landen, verre streken, nee. Dat is toch het mooiste wat er is? Weet je, Marco, dat Mien het hartstikke leuk zou vinden om eens een keer naar het zuiden te gaan? Ja, zeker weten. Maar dan niet met jou. Gaat ze nog net zo lief naar Turkije. Turkije? Ja. Waarom Turkije? Omdat je daar fantastisch kan vissen. Hoef je echt niet voor naar Vinkenveen. Of Spanje. En vandaag kunnen we die beker dus terugwinnen. Hallo. Dag, Hans. Dag. Het is hier prachtig, Hans. Wat een geweldig uitzicht. Ja, zei je iets over een beker? Ja, het is de wisselbeker voor de non-handicappers. Ik zit sinds augustus in het team van het ziekenhuis. Nou, wat leuk. Maar waarom speel je eigenlijk niet mee? Ik kon niet vandaag. Ik had een afspraak met mijn schoonmoeder om naar het lunchconcert te gaan. Maar heb je een wedstrijd voor mij afgezegd? Iemand die een partij golf laat staan voor zijn schoonmoeder? Oh, je moet je laten behandelen, hoor, jongen. Nee, jij hebt het getroffen met zo'n schoonzoon. Wil je eerst een kopje koffie? Ook dat nog. Ja, je maakt het niet te gek, Hans, anders trek ik nog bij jullie in. Nou, dat risico neem ik. Ga ik meteen even de lunchkaart halen. Gaan we lekker lunchen. Oh, maar dan heb ik liever eerst een sherrytje. Oh. Ja, vandaag ben ik uit. Nou, je bent wel erg roekeloos, hoor, maar. Ja. Maar ja, dat risico neem ik ook. Ben zo terug. Mag ik van u een kopje koffie en een sherry, medium rice? Je zit in de drinkkamer. Ja. Hans, hey. Je bent er toch? Ja, maar ik speel niet. Waarom speel je niet? Nou, Henri valt er voor me in. Ja, die heb ik niet meer te pakken kunnen krijgen. Hey. En Kees belde 15 minuten geleden op dat hij niet komt. Zijn dochter is plotseling jarig geworden. Wat een rotsmoes, zeg. Dus als jij niet speelt, dan kan ik naar huis. Ja. Ja, maar ik zit met mijn schoonmoeder. Ja. Kijk, ik bedoel, ik kan haar hier niet alleen laten zitten. Ik bedoel, als ik nat een steen. Ik zit hier de hele middag. Ja, ik wil wel een boekje. Moeder, mag ik je even voorstellen? Dat is Karel van Twist, zijn collega van Lidie. Maakt het. Maar ik ken u toch? Hoe is het met u? Slecht. We moeten over een half uur spelen en we missen 2 mensen. Ik weet niet wat ik moet doen. Hans. Hoor je dat? Ze hebben je nodig. Jij moet spelen. Ja. Maar dan zit je zo alleen, moeder. Oh, wat nee, het is hier heerlijk. Of wacht, ik loop mee. Ik wil wel eens zien hoe goed je bent. Ja. Missen we er nog maar 1? Henk Adriaanse. Die zit in New York. Nee, dat haalt hij niet voor 12:30. Johan Akkersloot. 39,6. Helemaal geen handicap. Nee, buikgriep. Hans. Ja, momentje, moeder. Wat dacht je van Swieten? Ja, maar Hans, wat denk je van mij? Ja, kan ik niet invallen. Nee, moeder, je bent een lieve schat, hoor. Maar golfen leer je niet in 15 minuten. Nee, dat weet ik wel. Maar wel in 15 jaar. Ja, ik heb vroeger een heel aardig partijtje gespeeld. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het vandaag de dag met mijn swing is. Maar waar jullie toch non-handicappers zijn, wil ik het best eens proberen. Geweldig. U bent een geschenk uit de hemel. Ja, wacht even, Karel. Moeder, weet u dat nou wel heel zeker? Heel zeker. Ja, we hebben geen tijd te verliezen. Waar kan ik een setje huren? Je staat niet goed opgeleid, Johan. Als je een beetje meer door je knieën gaat. En goed wegdraaien, hoor. Nou, hij is in ieder geval weg.
Geweldig, moeder. Allemaal. Geweldig. Is een wereldbal? Ja, wel een beetje op links, hè? Ja, ik moet er nog even inkomen, hoor. Ja, een mens moet af en toe eens over de grens kijken, hè? Het avontuur opzoeken, begrijpt u wel? Nou, dan is Turkije een prima bestemming. En vooral die streek waar u naartoe gaat. Oh. Ja, biedt een scala aan mogelijkheden. Waterskiën, diepzeeduiken, parasailing. Ja, dat is voor u natuurlijk allemaal bekend terrein, hè? Ja, je bent waterrat of je bent het niet, hè? Wilt u een annuleringsverzekering? Nee, als ik ga, ga ik. Ja, maar meneer, je weet maar nooit, hè? Familieomstandigheden of een nieuwe baan. Nieuwe baan? Als dat zou kunnen. Geef me dan maar zo'n annuleringsverzekeringetje erbij. Dat is verstandig en handig. Ja. Bent u zelf wel eens in Turkije geweest? Nou, eerlijk gezegd, meneer, nee. Ik ben een visser. Geef mij een bootje en een stekje aan de Friese meren en je hebt er maar geen kinderen. Ja, zulke mensen heb je natuurlijk ook, ja. Ja. Ah, daar bent u, gelukkig. Er is iets vreselijks gebeurd. Ze hebben vanmorgen gebeld, u was net weg. En toen heb ik ook nog dokter Landsberg proberen te bellen bij uw moeder, maar die waren ook al weg. Maar wat is er dan gebeurd? Het concert van vanmiddag gaat niet door. Oh, waarom niet? Nou, die Ros, die man, ja. die was ziek. En dan hebben ze het een week uitgesteld. Maar die kaartjes die blijven wel geldig. Oh, wat sneu. Ach, daar heeft die arme schat een wedstrijd voor afgezegd. Oh jee. Nou, dat zal een feestje geven als baasje zo meteen thuis komt, hè? Mag het misschien een andere keer? Ja, ik moet eventjes opschieten. Ik wil het eten een beetje vroeg op tafel hebben, want we gaan Efsa klaar van jassen leren. Ja. Ja, vertel eens, Wiep, hoe was het bij Hugo? Hugo? Ja. Oh, de tandarts. Uh-huh. Oh, een mooie man. Hugo? Ja, nee, die vervanger. Oh. Echt waar, ik heb van die hele behandeling niks gevoeld. Oh, schat, lieverd, we hebben het gehoord, hè? Wat een pech nou. Wat voor pech? Nou, ze belde dat het concert was uitgesteld. Ja, ik heb de oude mevrouw nog proberen te bellen, maar ja, u was al weg, hè? Oh, dat concert, nou, dat geeft helemaal niet, hoor. We hebben een fantastische middag gehad. Die familie van jou, Lidie, die blijft mij verbazen, hoor. Wat hebben jullie dan gedaan? Gegolfd. Oh, nee toch, hè? Ja, en je moeder speelt fantastisch. Ja, vertel mij wat. Het heeft er zo ongeveer 10 jaar gekost om een beetje behoorlijk van dat spelletje af te kicken. Ah, mam, hè, nee, je was er net zo lekker vanaf. Ben je nou toch weer begonnen? Ja, en ik speelde 21 na 15 jaar onthouding. Oh. Nou, leuk. En volgende week kunnen jullie toch nog naar dat concert? Volgende week? Nee, dan kunnen we niet, hè, Hans. Dan moeten we de revanche spelen. Ga jij toch gezellig met iemand anders, Lizzie? Kijk nou uit wat je doet, dat doet pijn. Ach, stel je toch niet zo aan? Moet hij eruit of niet? Ja, natuurlijk, maar een beetje voorzichtig. Dat is mijn klushand. Ja, neem me niet kwalijk. Je gouden handje. Even tanden om elkaar. Ja. Au! Ik heb hem al. Wat een boom, zeg. Nou, moet je de pleistertje op of denk je dat je het zo overleeft? Nee, zuster, het gevaar is geweken nu. Ja, doe nou maar even je ogen dicht. Ja, wacht eventjes, hoor. En je mond. Ja, wacht even, ik heb nog wel wat anders te doen. Ga even rustig zitten. Wat ga je nou doen, Benine? Ogen dicht. Nou, ogen dicht. Eens even kijken, hoor. Ik dacht dat ik de verrassingetje hier had, maar dat is een andere wat verrassing. Wat doe je nou, vervelend? Wat doe je nou? Weg, dicht. Dicht. Nu. Verrassing. Hey. 2 retourtjes Amsterdam, Istanbul, heen 8 juli, terug 29 juli. Ai! Het enige moordgozer, hè? Lievertje. Oh, dat is Efsa. Oh, dan kunnen we het meteen vertellen. Ik doe wel even open. Eén op het enige. Wat mandoline zingen zag in Istanbul. Althans, andere in de dat wordt lelijk. De bitterballen waren een succes. Meid, ik zit zo koffie. Hier, ga lekker zitten. Koos, vertel. Ik was nog net op tijd. Ik had geen dag later moeten komen. Anders was alles volgeboekt. 2 retourtjes Istanbul.
En ik dacht dat jullie bij ons zouden komen. Nou, dat komen we toch? 8 juli? Ja. 3 weken. Waarom heb je dan die tickets? Nou, we kunnen toch moeilijk gaan lopen naar Turkije? Ja, dat kan. Turkije? Ons huisje staat in Renesse aan zee.